Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Een wisselend bewolkt weerbeeld boven Nederland met opklaringen, maar ook wel met wat wolkenvelden. Het is op de meeste plaatsen droog. Vanochtend breekt de zon geleidelijk wat vaker door en is het 14 tot 16 graden. Vanmiddag hebben we dan een steeds mix van wolkenvelden en wat zon. En de temperatuur die uiteindelijk stijgt naar 17 graden de kop van het Holland, 15 op de Wadden en 22 in Limburg. Flinke periode met zon met een matige tot vrij krachtige wind uit de noordelijke richting. Vanavond verandert er weinig. Misschien dat er in het westen wat meer bewolking komt. En ook in het noorden, maar verder dus nog altijd een redelijk helder weerbeeld. Dan gaan we naar morgen en dan zien we wolkenvelden in het westen. Ook wel af en toe wat zon, wat meer zon in het oosten. Met daar nog temperaturen van zo'n 20 graden. Langs de kust 16 tot 18. De wind is noordwestelijk en matig kracht 3 tot 4. Het blijft vrijdag nog op de meeste plaatsen droog. Zaterdag is de kans op neerslag wat groter, vooral in het zuiden. In het noorden zou het wel eens met wat geluk de hele dag droog kunnen zijn. Zondag op meer plaatsen een paar buien, in een beetje geluk in de loop van de middag pas en dan vooral in het binnenland. beide dagen ongeveer 20 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.